Welkom bij deze Inside Meerdijk. Over het castingsproces. Ik ben Jada Bersato en ik speel de rol van Abby Rose in Goede Tijden, Slechte Tijden. En ik ben Tommy van Lent en ik speel de rol van Steve Verduin. 3 jaar geleden werd ik door Groencasting uitgenodigd of ik kennismakingsauditie wilde komen doen. Nou, dat ben ik gaan doen en mijn moeder die zei al wel van, volgens mij cast Goede Tijden, Slechte Tijden bij Groencasting. Ik ben Lara Torop, ik werk bij Groencasting en wij doen de casting voor Goede Tijden, Slechte Tijden. En om het iets specifieker te maken, we doen de casting van de sprekende rollen. Dus eigenlijk alle rollen die meer dan één zin tekst hebben. Op de weg naar huis kreeg ik een mailtje of ik auditie wilde doen voor Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik ben al de hele dag een beetje misselijk. Ja, daarom zit ik ook op de bank. Ik echt moet overgeven. Oh, echt? Ik denk dat ik een beetje te veel chips en cola heb geïnhaleerd. Ah, jongen! Ben je toch een monster? Je houdt toch wel van me? Nou. Je ziet wel echt meteen Steve, hè? Ja? Dat karakter komt gewoon zo goed naar voren. Vind je? Ja. Heel erg. Ik vind het heel nice en dat herinner ik me ook nog wel van toen. Ik had een goed gevoel over, in ieder geval de soort van klikband tussen Tamara en, tussen Saskia en het karakter Steve wat ik neerzette. Ik vond het best, toen al had ik best wel een gevoel alsof er een duidelijk beeld was dat er een moeder was en een zoon. Wij hebben natuurlijk als casting wel een heel groot bestand. En als het dus om een grotere rol gaat, dus bijvoorbeeld zoals die van Abby, dan heb ik een, hebben we, want ik doe het niet alleen, hebben we een personageomschrijving gekregen. Dus dan weten we ongeveer de leeftijd. Dan weten we een beetje wat voor een persoon het is. Is het een druk iemand? Is het een rustig iemand? Krijgt hij een verhaallijn waarbij hij slecht is of een beetje dubbele laag moet spelen? Of is het juist een heel opgewekt persoon? En dan gaan we kijken wie denken wij dat die rol goed zou kunnen spelen. Ik had net 2 jaar daarvoor een auditie gedaan voor een rol bij Groencasting. Ja, toen had ik die rol gekregen, maar toen is die film helaas nooit doorgegaan. Ja, want als je auditie doet dan, en je krijgt de rol niet, dan onthouden ze je ook wel eens van, goh, ja, dat ook. Als we ooit nog een rol krijgen, we weten een beetje wat voor type je bent, dan onthouden we je gewoon. Ja, ik kreeg geloof ik 1 of 2 scènes opgestuurd via mail. Die moest ik dus uit mijn hoofd leren. En toen zijn we gaan kijken voor een datum waar ik op casting kon komen. En toen ontmoette ik deze gozer hier naast mij. Ik wil het gewoon nog 3 jaar doen en dan hoop ik binnen te zijn. Jij niet dan? Je gaat toch ook niet je hele leven lopen gamen? Je wordt niet zomaar pro-gamer hoor. Dat bedoel ik. Je kan je merk nog veel steviger in de markt zetten. Tussen Tommy en Jada was het wel ongemakkelijker dan tussen Steve en Abby, als ik erop terugdenk. Ja, hè? Dat denk ik ook wel. Maar ik vind het een leuke scène geworden hoor. Ja, het is heel anders dan hoe we het uiteindelijk gespeeld hebben in de serie, volgens mij, als ik het me goed herinner. Dus die actrices hadden een scène voorbereid en Tommy ook. En dan gaan we die scène spelen in de castingruimte. En dan zeg ik er altijd bij, het gaat er niet om dat je de scène perfect speelt. Maar het gaat erom dat wij een beeld kunnen krijgen van hoe jij dat personage zou neerzetten. Soms vragen ze het ook expres of je het op een andere manier kan spelen. Kan je bijvoorbeeld 1 keer heel boos spelen, terwijl dat de scène helemaal niet zo, als je het leest, helemaal niet zo overkomt. Maar nee, willen ze eigenlijk kijken wat je daarmee kan. Is. Ja, precies. Ja, wat je nog meer kan. En dat is heel fijn als je auditie doet. Het kan best wel zijn dat wij iemand zien op Instagram dat we denken, nou ja, wat doet hij het leuk, weet je wel. En die nodigen dan uit op casting, want we moeten dan wel kunnen zien of je ook met tekst om kan gaan, bijvoorbeeld. Ik weet nou niet of ik mezelf een influencer zou noemen. Ja, ik doe het wel. Maar het is meer van, ik zou dat denk ik niet zo serieus nee, kunnen los doen daarvan als Abby. Ben je natuurlijk ook gewoon zangeres en actrice. Precies. Ja. Dus ik doe het meer inderdaad soort van daarnaast leuk. En Abby die heeft dat natuurlijk echt gewoon, dat is gewoon haar baan, zeg maar. Zoals heel veel andere influencers ook dat ook doen. Het is niet zo dat iedereen die heel goed een filmpje op kan nemen of typetjes kan doen, dat je ook kan functioneren in de setting van een serie waarin je gewoon echt met vaste teksten werkt en met tegenspelers. En wat dat betreft is acteren dan toch wel echt een vak. Tom, waar zie jij jezelf eigenlijk over 10 jaar? Wil je dan nog steeds gewoon door met acteren en dat echt als beroep doen? Of zie je jezelf ook nog wel andere dingen doen? Ik hoop dat ik sowieso nog acteer over 10 jaar. En bij Goede Tijden nog? Ja, misschien ook wel.
ik weet niet of ik de aankomende gehele 10 jaar in goede tijden blijf. Maar misschien dat ik over 10 jaar weer terugkom, zoals Cas gedaan heeft. Als je acteren heel leuk vindt en je zit naar goede tijden te kijken en je denkt dat wil ik ook. Dan is het gewoon niet zo dat je dan kan bellen en dat ik dan zeg, ja joh, ik heb een rol voor je. Zou leuk zijn, maar dat is gewoon niet hoe het gaat. Dan ga gewoon lekker workshoppen, cursussen doen, je erin verdiepen en kijken of je zo verder kan komen. En voor je, weet je wel, iedereen moet ergens beginnen. Maar wel in kleine stapjes, moet wel een fundament opbouwen, zeg maar. Het is niet van, nou, ik zit nu voor de televisie en hey, morgen sta ik op een filmset en speel ik de hoofdrol. Dat gebeurt gewoon zelden. Maar als je gewoon stapje voor stapje eraan gaat werken, dan kan je echt gewoon, ja, dan kan je hartstikke ver komen.